lichaam is je product en daar moet je het gewoon iedere dag mee doen. En wil je dat je daar goed mee kan presteren, dan moet je hem ook goed verzorgen. Vrijdag judoot Marinde Verkerk op het WK. Het eerste grote toernooi na de voor haar zo dramatisch verlopen Olympische Spelen van vorig jaar. Ze werd uitgeschakeld in de achtste finales na een straf in de verlenging. Ze wil zich nog een keer meten met de absolute wereldtop. Ook al moest ze zich voor het EK een half jaar geleden nog afmelden met een schouderblessure. Maar daar is Verkerk nu van hersteld. Ja, ja. En anders doen we een pijnstiller. En dan is dat weg. En ik vind dat ik nog steeds bij de top hoor. Ook al is het op de Olympische Spelen niet daar uitgekomen. Maar ik hoor nog steeds tot de top. En ik hoop dat ik bij de top 3 ga eindigen in ieder geval. Kan je ook zeggen dat je misschien ook wel een blessure in je hoofd had na de Olympische Spelen? In mijn hoofd? Nou, in heel mijn lijf denk ik. Ja, dit zit niet alleen in je hoofd, maar dat zit ook in je hart en dat zit in alles. Een nachtmerries en dat heeft er wel ingehakt. Dat ik de wedstrijd weer opnieuw ging doen of dat ik überhaupt te laat was voor de wedstrijd. Of eigenlijk andere scenario's van die dag waarbij het ook helemaal misging. Heb je daar hulp voor gekregen? Nee, ik heb voornamelijk gewoon veel gepraat met mijn omgeving. Met mijn familie, mijn vriend en mijn oude coaches. Marjolein van Une en Chris de Korte en met judomaatjes van de bende. En door eigenlijk met hun de ervaring te delen, ja, heeft dat enorm geholpen. Het is als een wond en daar hou je gewoon een litteken aan over. En wil ik doorgaan, dan moet ik dat gewoon achter me laten en het een plek geven. En dat heb ik gedaan. Nou, in december dacht ik, ik moet gewoon weer gaan beginnen. Niet eens omdat ik heel erg zin had, maar ik dacht, ik moet gewoon weer beginnen, anders gebeurt het niet. En op het moment dat ik weer ging beginnen en op die mat stond, kwam het plezier vanzelf weer terug. En is mijn nieuwe seizoen eigenlijk weer gestart. Verkerk pakte haar oude leven weer op. Trainen op Papendal, bij krachttrainer Hans Kroon in Rotterdam. En ze judoorde in maart de Grand Prix van Baku, waar ze zich dus blesseerde aan haar schouder. Nu is de 31-jarige Rotterdamse weer fit. De Olympische Spelen van Tokio zijn nog ver weg. Eerst wil ze vrijdag voor de tweede keer in haar carrière het WK winnen. Ik kijk het echt van jaar tot jaar, of van WK tot WK, of seizoen tot seizoen. Dus ik doe het WK en dan hebben we nog een Grand Prix in Den Haag in november. En er staan er nog 3 andere toernooien op de planning. Ja, het seizoen daarna begint alweer kwalificatie voor de Olympische Spelen. Daar moet ik nog even niet aan denken, maar om wel aan te geven, het gaat al zo snel. En voorlopig heb ik gewoon plezier in de sport en werkt mijn lichaam ook mee, dan is het helemaal goed en ga ik gewoon door. Zou je Tokio nog wel kunnen halen? Over een paar maanden word je 32. Deborah was ook 35 toen ze tweede van de Spelen werd, dus ik zou niet weten waarom niet. Nou ja, ik weet niet. Ieder lichaam is anders. Ja, ik denk dat zij slechter bij stond dan ik. Dus wat dat betreft, Roger Federer is 35. Het is zo, om maar even aan te geven, er zijn genoeg sporters van 4, 35 die nog op het hoogste niveau meedoen.